Vanaf juli 2014 bereidt het Erasmus MC zich voor op de verhuizing van de spoedeisende hulp naar de nieuwe locatie aan het Dr. Molenwaterplein. De bestaande locaties zijn op dat moment sterk verouderd en de locatie in de nieuwbouw is al beschikbaar. Een van de redenen waarom besloten is eerder dan de rest van het ziekenhuis naar de nieuwbouw te verhuizen. Hoofdrolspelers en medewerkers vertellen over de voorbereidingen op de verhuizing tussen juli en oktober 2014. De voornaamste uitgangspunt was dat we graag op één locatie de spoedzorg wilden verlenen. Omdat de spoedzorg vrij kostbaar is. Denk aan het personeel dat goed opgeleid moet zijn en 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig moet zijn. Denk aan bepaalde diagnostische middelen, MRI, CT-scan, radiologieapparaten. Dat allemaal bij elkaar brengen en op één locatie te gaan gebruiken verhoogt natuurlijk de efficiëntie van de spoedzorgverlening. Op de nieuwe locatie zijn de spoedeisende hulp volwassenen en de acute hulp kinderen samengevoegd. De wachtruimtes voor kinderen en volwassenen zijn gescheiden. Zo hebben kinderen en hun begeleiders een aparte, rustige plek om te wachten. De 3 traumakamers zijn dicht bij de ambulancehal gesitueerd, met ertussenin een CT-ruimte. Onder andere de röntgenkamer en gipskamer completeren de ondersteunende functionaliteiten. Op de nieuwe spoedeisende hulp zijn verschillende innovatieve elementen toegepast. Zo is de wachtkamer voorzien van een zogeheten sky ceiling in het plafond, die stress kan reduceren bij wachtende patiënten. De lichtintensiteit en de kleurtemperatuur van de verlichting in het hele traumagebied is zodanig gekozen dat verplegend personeel optimaal alert is in deze ruimtes. De nieuwe afdeling die is groot. We hebben in totaal 32 behandelplekken. De huidige traumakamer op de oude locatie die is 38 vierkante meter groot. In de nieuwe locatie is die 65. De afstanden van de spoedeisende hulp naar het Sophia-gebouw en het Dijkstraatgebouw vanuit de nieuwe situatie die zijn wat langer. Die situatie die is tijdelijk tot 2017. En dan komt de OK, de IC, ook in het nieuwe gedeelte waar de spoedeisende hulp zit. En zijn de afstanden een stuk korter dan de periode 2014-2017. De kritieke paden voor het klaarmaken van de spoedeisende hulp hebben we eigenlijk gelukkig gehad, zo'n week voor de opening. En die zaten vooral in het gereed maken van de vaste medische techniek, de radiologische apparatuur die hierin moet en het voorbereiden van de voorraden die op de afdeling moeten komen en ja, eigenlijk de hele verhuizing. We huren nu tijdelijk spullen in om de verhuizing van de medische apparatuur mogelijk te maken. De gehuurde spullen zetten we dan op de oude locatie in en de eigen spullen worden dan op het gemak verhuisd naar de nieuwe locatie. Inhuizen betekent nog meer dat vooral ook de afdeling bedrijfsgereed moet worden gemaakt. En een medische afdeling, daar heb je ook steriele en niet-steriele voorraden nodig, zoals spuiten, naaldjes en infuussystemen. Tot hechtingen moet je op zo'n afdeling aanwezig hebben. Dat verhuis je liever niet, daarvan breng je liever een soort van nieuwe kleine voorraad aan, zodat je kan starten en dan breng je later de voorraad op de oude locatie weer over. En op het moment dat het op de nieuwe locatie tip-top is, dan doen we de oude locatie dicht. Voor de verhuizing is er met alle medewerkers op de nieuwe spoedeisende hulp geoefend. Het oefenen is goed verlopen. De medewerkers hebben met collega's als slachtoffer hun proces doorgelopen, waardoor zij voor de daadwerkelijke verhuizing al goed in de gaten hebben hoe de afdeling in elkaar zit en er minder tijd nodig is om te wennen aan de nieuwe locatie. De beveiliging, de ambulanceverpleegkundigen, de röntgen, die werken allemaal met elkaar samen hier in één scenario. En we gaan straks in de toekomst ook veel meer met elkaar samenwerken en dat is heel prettig. De hele logistieke gang van zaken, dat is heel belangrijk om uit te leggen. Dat is het grootste gedeelte wat we nu dus laten zien. Je leert dan ontzettend veel de plekjes al even te ontdekken van op afdeling van joh, waar is wat en hoe loop ik het snelst ergens naartoe. Oh, het is wel moeilijk om nu een beetje inzicht te krijgen in wat waar is, om ook dat het nog leeg is. Als de patiënten er zijn en de spullen er zijn, dan wijst het zich gewoon sneller dan als je nu op een leeg spoedeisende hulp moet oefenen. Je merkt gewoon waar je tegenaan loopt en dat kan je gewoon meenemen voor een volgende keer.
In de eindsituatie zal de ambulance een eigen baan krijgen naast het gewone verkeer die rechtstreeks eindigt bij de ambulancehal. En op dat wegdek daar hebben we speciale detectielussen gemaakt, zodat als de ambulance daar overheen rijdt, de slagboom opengaat en ook de balie wordt geïnformeerd dat er een spoedtransport aankomt, zodat er maximale veiligheid is. Het tijdelijke plein van de spoedeisende hulp zoals het nu gemaakt is een afspiegeling van het uiteindelijke beeld zoals we het ook in 2017 gaan maken. We hebben geleerd van de spoedeisende hulp dat we in het begintraject maximaal afstemming moeten zoeken tussen alle disciplines, alle leveranciers, aannemers en gebruikers. Daarvoor is een speciale iRoom ingericht waarin we maximaal samen kunnen werken. En echt tot het laatste schroefje zorgen dat het goed komt. Hier op de spoedeisende hulp komen meer dan 30 afdelingen zijn betrokken. Dus voor ons is niet zozeer belangrijk hoe ze naar ons kijken, maar vooral dat ze weten hoe ze hier zelf ook kunnen werken. En daar proberen we met behulp van communicatie over nieuwe werkwijzen hier, rondleidingen, etc., juist deze mensen ook in te lichten. Twee teams die alle twee fantastisch goed zijn en expertise hebben in hun eigen aandachtsgebied, die breng je samen om van elkaar te leren en uiteindelijk hier op de nieuwe spoedeisende hulp met elkaar patiënten van elke leeftijd op een uitstekende manier als team te behandelen. Ik ga binnenkort vertrekken. Er blijven natuurlijk nog genoeg uitdagingen over. We breiden de huidige eerste hulp met de spoedeisende tandartsenpost. En dat is natuurlijk wel iets wat bijzonder is, wat ook niet in de regio aanwezig is. En er wordt ook gedacht over een huisartsenpost, over een integratie daarvan of in de eerste hulp of plaatsing naast de eerste hulp. Een nieuwbouw ontwikkel je natuurlijk niet voor de korte termijn. Dit gebouw en deze spoedeisende hulp moet hopelijk toch minstens 30 tot 50 jaar meegaan. Spoedeisende hulpzorg is teamwerk en je kunt de faciliteiten perfect maken. Maar uiteindelijk zijn het de medewerkers en de artsen en verpleegkundigen die hier de patiënten gaan behandelen. En die leveren de zorg. Super.